Arne Gianotte, journalist en auteur van kinderboeken en de romans Ik wil niet naar Afrika, Het gouden licht van Afrika en Mijn moeder Barbara. In deze aflevering een portret van deze Hilversumse schrijfster. Hoe groeide ze op? Welke paden bewandelde ze? En wat gebeurde er na het overlijden van haar moeder? Toen erfde ik dus die dagboeken. Dat waren er heel veel, een doos propvol, dat ik daar in eerste instantie totaal geen trek in had om daar wat mee te doen. Op een gegeven moment ging de droger in de fik en stiekem hoopte ik dat ook die doos in vlammen op zou gaan. Dat was niet zo. Toen dacht ik, nou ja, kennelijk moet ik daar nou wat mee. En dat was op het moment dat ik in augustus, precies 17 jaar na haar dood, een rieten naaimandje vond waarin liefdesbrieven zaten van haar aan mijn vader. Liefdesbrieven van haar als 18-jarige aan mijn vader, die toen 28 was en haar baas. En die brieven waren zo aandoenlijk van toon en lieten een zo ander iemand zien, omdat ze toen natuurlijk nog niet moeder van een groot gezin was, dat ik haar voor het eerst van mijn leven kon zien als een personage. En toen dacht ik, dit is interessant, deze vrouw is buitengewoon boeiend. Toevallig is ze ook nog mijn moeder. Maar nu ben ik nieuwsgierig naar haar. Wie was ze? Wat voor kind was ze? Hoe is ze zo geworden? En dat was dus het moment dat ik begon te schrijven. Het is een zoektocht naar mijn moeder, maar indirect ook naar mezelf. Want ik wilde natuurlijk ook zelf weten hoe ik zo was geworden. Maar dan, in het warme licht van de namiddag en met de balkondeuren wagenwijd open, begin ik te lezen. Langzaam maar zeker verdwijnt alles om me heen. Pas als het stikdonker is, sluit ik de deur, sla een paar muggen dood en trek de gordijnen dicht. Al lezend, terwijl de nacht gestaag vordert, gebeurt er iets vreemds. Langzaam verandert mijn moeder in een personage uit een film of een roman. Iemand die dwars tegen de morris van de tijd in haar eigen gang gaat. Ik word steeds nieuwsgieriger naar de oorsprong van al die geëigenzinnigheid. Mijn moeder was eigenzinnig, speels, heel warm, heel lijfelijk. Dus echt de knuffelmoeder. Ze was ook gek op baby's, ook toen wij zelf allemaal kinderen kregen. En ze zat eeuwig dus te schrijven en te lezen. En dat zag ik bij andere moeders niet. Die waren toch vaak wel met huishoudelijke zaken bezig. De mijne was altijd heel relaxed. Met een schriftje in de weer. Ze speelde heel veel met ons. Ze was ook een speelmoeder. Het gezin van de Berg bestaat uit 8 kinderen. 5 jongens en 3 meisjes. Erna is de ena jongste en behoort samen met haar jongste zusje tot de kleintjes. In het grote huis aan de Minister Hartslaan in het centrum van Hilversum heeft haar vader achter in de tuin zijn tandtechnisch laboratorium, waar hij gebitten, beugels en kronen maakt. De plek waar ons huis stond had een merkwaardige positie, want aan de voorkant grensde dat aan een heel deftig laantje met allemaal grote villa's, grote panden, waar toen nog voor een deel gewoon gezinnen woonden. Maar de achterkant, waar ook het laboratorium de ingang had, die kwam uit in het Noorse bosje en dat was toen nog echt een heel klein, kneuterig achterbuurtje, zou je kunnen zeggen, met arbeidershuisjes. En wij hadden dus als kinderen al heel jong in de gaten dat, daar zaten wij tussenin. Dus wij zaten met één been in dat deftige van dat laantje en met ons andere been in die spannende wereld waar altijd van alles gebeurde. Waar kinderen knikkerden, waar honden, woeste honden die eigenlijk een muilkorf om moesten, vrij rondliepen, waar je het risico liep gebeten te worden. Maar wel een spannende wereld. Maar eerlijk is eerlijk, voor mij, als een van de meisjes van dat gezin, was dat laantje met die chique huizen, dat was wel mijn wereld. We wonen in een soort sprookjesachtige, naar mijn gevoel, situatie. Namelijk in een huis met een grote tuin en met een vader die zijn bedrijf, zijn laboratorium, achter in de tuin had. Die tuin met die appelbomen, dat was echt mijn kinderparadijs. Er waren fantastische verstopplekken. We mochten konijnen houden. Er was een enorme grote brede schommel waar we allemaal grote toeren op uithaalden. En eigenlijk was die tuin voor en achter, ook met een hek waar we op balanceerden en waar ik mijn balletpasjes op deed. Ja, daar vond ik als kind alles wat een kind nodig heeft om zich te ontwikkelen. Dus mijn behoefte om erop uit te trekken was misschien ook wel minder groot dan bij andere kinderen, omdat in die tuin zoveel kon en mocht. Lieveling, ik voel me schuldig en had beter op ons meisje moeten letten.
al heb ik haar nooit hard aan het werk gezet. Maar ze wilde zelf altijd van alles. Nu denk ik bij alles wat ik voor haar doe en dan eten klaarmaak. O God, laat het niet te laat zijn. En laat alles goed mogen komen. Ja, ik ben geboren in 1945, zeg maar vlak voordat de oorlog stopte. Maar ik heb altijd heel erg sterk als kind al geweten dat er een soort schaduw en dat er wel erge dingen moesten zijn gebeurd. Want er was ooit een zusje geweest, Tieneke, die stierf toen ik een baby was. Dat zusje van mij, die is aangestoken als jong meisje, als pubermeisje, door mijn vader. Want die had TBC. En zij met haar enorme gebrek aan weerstand door de oorlog, heeft ook TBC gekregen en is daar uiteindelijk aan gestorven. Er was nog een ander zusje en haar fotootje stond in mijn eigen kinderalbum, helemaal pontificaal op de eerste bladzijde. Dat was Erika, die was gestorven toen ze 3 maanden was. Het lastige als je bent geboren in een tijd dat je moeder kinderen heeft verloren, is dat zo'n moeder dan vaak, de mijne in ieder geval, en ik heb dat wel van anderen ook gehoord, heel beschermend zich gaat opstellen. En zowel mijn jongere zusje als ik, wij mochten nooit meedoen aan schoolkampen, schoolreisjes, schaatstochtjes, met een stel kinderen gaan zwemmen. En zelfs met tennissen, als ik me te druk maakte, vond ze, dan was het altijd kalm kind, rustig nou maar. En het gekke was dat ze ons wel gevaarlijke dingen liet doen, in bomen liet klimmen. Maar zodra het zich verder buiten dat eigen erf afspeelde, was ze echt overdreven beschermend. En ik denk dat dat te maken had met de dood van die zusjes. En dat heeft mij als kind absoluut belast. En ik heb daardoor ook belangrijke ervaringen gemist. Want op schoolreisjes, weet ik nu, omdat ik zelf ook schooljuf ben geweest, nou, leren kinderen ontzettend veel. Dingen voor zichzelf regelen, voor zichzelf opkomen, dingen delen met elkaar. Maar vooral ook een mate van zelfstandigheid. Die heb ik me echt moeten bevechten. Dat heb ik niet meegekregen van thuis. Zij hield mij het liefst dicht in de buurt. En als mijn man dokter was geworden en die had 3 straten verderop een praktijk begonnen, ook met zo'n grote tuin met appelbomen, dat stelde ze zich zo'n beetje voor. Dat was haar, had haar prima uitgekomen. Zo is me duidelijk geworden hoe vreselijk ze ons vertrek naar West-Afrika en daarna 2 keer naar Oost-Afrika heeft gevonden. Niets heeft ze daarvan laten merken. Behalve dat ze niet mee naar Schiphol wilde om afscheid te nemen. De eerste keer dat ik mijn man ontmoette op een feestje, een dansfeestje, wat met de tennisbaan of zoiets te maken had, zei hij tegen me, nou, ik studeer medicijnen en ik ben op zoek naar een blonde verpleegster die met mij wil naar Afrika. Ik vond die gedachte tamelijk absurd. Ik bedoel, hoezo ga je op zoek naar een verpleegster die met je mee naar Afrika wil? Ik was donker, ik was onderwijzeres, dus ik voelde mij totaal niet aangesproken. Desondanks werden wij na 1 maand of 2, 3 heel erg verliefd op elkaar. En besefte ik al heel goed, die Afrika-gedachte van hem, dat zat heel diep. Hij wilde dat al als jongen van 17. En ik had gewoon mee te gaan, zo simpel lag het. En de eerste keer dat wij daar terecht kwamen, dat was na een telefoontje van Ter des Om, waarbij we in 1 avond moesten beslissen of we bereid waren om een paar maanden in vluchtelingenkampen te gaan werken. Hij vertrok na 1 week en ik reisde hem 3 weken daarna, achterna. We waren toen al getrouwd, hadden een dochtertje van 15 maanden. En achteraf kan ik zeggen dat het behoorlijk riskant was. Van 1967 tot 1970 heerste er in Nigeria, West-Afrika, de Biafra-oorlog. Een oorlog die wereldwijd in het nieuws kwam omdat de burgerbevolking, de Biafranen, werden uitgehongerd. Gabon bood door middel van noodkampen hulp en diverse Europese hulporganisaties zonden medische teams. Ook Erna's echtgenoot werd naar Gabon uitgezonden om de medische teams te versterken. Die eerste maanden in dat vluchtelingenkamp, vooral de eerste weken, ik kwam aan op kerstavond, ook dat had niet gekker gekund, waren totaal bizar. Hij nam me meteen mee naar die vluchtelingenkampen. Ik werd dus meteen geconfronteerd met een enorme hoeveelheid uitgehongerde, magere, zieke, stervende kinderen in slaapzalen. Nou, dat is bijna niet met een pen te beschrijven. En ik denk, omdat ik zeg maar die vuurdoop al had gehad van die eerste paar maanden, en ook merkte dat in Nederland de meeste mensen daar helemaal niks van begrepen, voelde ik me eigenlijk zo eenzaam dat om toen voor de 2e keer weer weg te gaan, ja, dat vond ik eigenlijk minder zwaar dan ik gedacht had. Maar ik wist
dat ik daar gewoon een eigen huis zou krijgen en dat de omstandigheden minder primitief waren, minder heftig en minder hectisch als die eerste 3 maanden. Ik wist natuurlijk helemaal niks van hoe dat daar moest met het huishouden. Ik had al tamelijk snel een dienstmeisje van 16 die er ook geen bal van kon. Die kwam regelrecht uit de bush. En die wou wel heel graag alles leren. Nou, die moest ik dus leren brood bakken. En dat meel, om dat brood te bakken, dat was zo vol met beestjes en wurmen en eitjes en weet ik wat allemaal, dat ik daar in het begin echt van griezelde. Maar ja, ik werd toch geacht daar niet over te zeuren en gewoon maar te doen wat ik doen moest. En dat dienstmeisje, daar heb ik toen een geweldige hulp aan gehad, want die was dus heel erg bereid mij te helpen met van alles. En toen ze merkte dat ik bereid was haar te leren rekenen en Engels te leren, zodat zij een kansje maakte om naar de verpleegstersopleiding te gaan, heeft die mij bezworen dat ze alles zou doen om mij met van alles en nog wat te helpen, mits ik haar maar die lessen gaf. En dat is allemaal gelukt. Zij en ik werden dikke vriendinnen, verschilde ongeveer 10 jaar. Ik stoomde haar klaar voor het pre-examen, zodat ze verpleegster kon worden, is ook allemaal gebeurd. En zij nam mij ontzaggelijk veel werk uit handen. Zelfs zo dat ze naar de nonnen ging en naar het keukenmeisje en daar vroeg hoe ze speculaasjes moest bakken, ik noem maar iets, of oliebollen moest maken. En die vertelde haar dat. En dan kwam ze heel trots bij mij. Ging ze dat uitproberen. Dus al gauw kon zij veel meer dan ik. De veiligheid die ik voelde aan ons gezin en de vanzelfsprekendheid van een aantal dingen, die heb ik totaal af moeten leren in Afrika. Maar het heeft mij absoluut gevormd en zelfstandiger gemaakt, dapperder gemaakt. Ik heb heel veel geleerd van die cultuur en de manier waarop de mensen daar leven. En het heeft mij absoluut heel veel gebracht ook. Wat ik op een andere manier nooit op die manier had kunnen leren. Dus ik heb er geen spijt van. Absoluut niet. Maar het was zwaar, dat wel. Het gezin vertrekt later nog 2 keer voor een langere periode naar Afrika om zich uiteindelijk eind jaren 70 definitief in Hilversum te vestigen. Erna maakt haar moeder dan nog een kleine 10 jaar mee. Maar er is veel veranderd. Haar moeder is niet meer de gelukkige vrouw uit haar kindertijd. Ja, de laatste jaren van haar leven, dat waren niet de meest florisante. Haar invloed als leuke oma en moeder, die was natuurlijk toen eigenlijk al zo goed als verdwenen. Onze kinderen, haar kleinkinderen, waren opgroeiende pubers en die hadden gewoon andere dingen aan hun hoofd. Die waren niet meer zo gevoelig voor spelen met een poppenserviesje en dat soort dingen. En toen vond ze het leven niet zoveel meer aan. Dus ze had het regelmatig erover dat ze, voor haar hoefde het niet zoveel langer meer. Uiteindelijk werd ze ziek en ze had pancreaskanker. Dat bleek al tamelijk snel. Die arts gaf haar nog een half jaar, maar dat heeft al met al maar 3 maanden geduurd. En toen ze stierf, was dat aan alle kanten voor iedereen goed zo. De coniferen zijn er nog, zij niet meer. Ze was de minnares van mijn vader, moeder van ons Tine en dagboekschrijfster. In die volgorde. Kort na mijn moeders dood besloot ik iets te gaan doen op journalistiek gebied wat voor mij echt iets was om een nieuw métier te leren. En ik besloot om een scenario-cursus te gaan volgen in Hilversum. Drama en documentaire, kort na elkaar. En dat deed ik, was peperduur, dat deed ik van een deel van het geld van haar erfenis. En ik wist zeker, dat had ze geweldig gevonden, dat ik nu eindelijk ook eens professioneel ging investeren in mijn eigen opleiding. Dus voor de grap schreef ik toen balletboekjes. En waarom koos ik voor ballet? Omdat ik zelf dol ben op dansen en nog steeds 3 uur per week dans. Van kinds af aan altijd gedanst heb en dansen ook echt mijn noodzakelijke ding is na schrijven. Schrijven doe je natuurlijk heel intellectueel. En dansen doe je met je lichaam. Dus dansen en sporten en ook zwemmen, maar vooral dansen, dat heb ik gewoon nodig om goed te kunnen schrijven. En dat die balletboekjes zo'n succes zouden worden, er zijn er 500.000 verkocht en die serie heeft in totaal 25 jaar gelopen. Dat hele balletboeken gebeuren, dat is eigenlijk altijd, ben ik dat blijven doen naast mijn serieuze journalistieke werk en naast mijn romans. KRO, de Pep en Bep Show. Erna Gianotte, zij brengt binnenkort een boek uit op de markt over je ervaring in Afrika, waar je zoveel jaren ook als de vrouw van de dokter, hè, ja, hebt, heel duidelijk. Ja, ja,
Dat aanhangsel, neem ik aan. Ja hoor, zeker. Hoe heet je boek? Hoe gaat het heten? Het heet Ik wilde niet naar Afrika. Dat was ook zo. Ik was heel beschermd opgevoed en ik kon me daar niets bij voorstellen. Waarom een boek? Ik heb die ervaringen van toen heel lang weggestopt. Ik vond mezelf in die tijd eigenlijk een prut, om het zomaar te noemen. Ik vond dat ik veel meer had kunnen doen daar. Veel harder nog had moeten werken, veel meer had moeten lesgeven. Ik heb lesgegeven aan de kinderen, geholpen met polykliniek. Dan was ik een soort doktersassistente. En ik kon er eigenlijk allemaal niks van, maar ik werd daar gewoon maar voor het blok gezet. En ik vond eigenlijk dat ik nog veel meer had moeten doen. We hebben daar toen 3 maanden gezeten. En over die 3 maanden, in die vluchtelingenkampen in Gabon, West-Afrika, daar gaat mijn boek over. En daarna zijn we nog 5 jaar in Tanzania geweest, maar dat is dus een heel ander verhaal. Daar gaat hopelijk een volgend boek over. En dat volgend boek, Het Gouden Licht van Afrika, over het verblijf op de missiepost, verschijnt dan ook jaren later. Alhoewel het voor de hand lag dat Erna na het overlijden van haar moeder en het erven van de dagboeken eerst zou gaan schrijven over haar moeder, werd toch Het Gouden Licht van Afrika, waarmee ze haar periode in Afrika afsloot, haar tweede roman. Ik vond die gedachte om te duiken in die dagboeken van haar, vond ik aanvankelijk toch ook wel heel lastig. Daar heb ik wel mee geworsteld. Want ik dacht, ik ga wel heel voyeuristisch kennis nemen van haar leven. Ze heeft zelf een beginnetje gemaakt met haar memoires, waarin ze zelf zei: voor jullie, mijn lieve kinderen, die dit ooit zult lezen. En dat gaf mij een soort vrijbrief van, ze heeft gewild dat we dit gingen lezen. En ik ben nou toevallig degene die dat onder ogen krijgt. Dus ik mag dat doen. Ik mag dat gewoon gaan doen. En ze wil ook graag een aantal dingen die zij ervaren heeft in haar leven, ik wil ze gewoon doorgeven, levenslessen zou je kunnen zeggen. Ik heb wel de kern van haar manier van leven en haar boodschap die zij had, namelijk dat het belangrijk is om niet al te perfectionistisch te zijn, dat je liefde moet geven, die heb ik toch wel geprobeerd in dat boek, door al die verhalen, al die anekdotes heen te vlechten. Ik wilde ook weten wat haar invloed op mij geweest is, datgene wat ik los had, zou hebben moeten laten, of wat gewoon mij belast heeft, en datgene wat ik gewoon, of ik dat nou probeer of niet, wat ze zo diep in me verankerd heeft, dat ik het daar gewoon mee moet doen. En daar ben ik wel voor een deel achtergekomen. En het belangrijkste voorbeeld daarvan is, toen de uitgever zei, de voorkant, jij en je moeder, we hebben besloten je moeder af te snijden, want we vinden haar iets te streng overkomen. Als ik nog heel symbiotisch aan haar had vastgezeten, had ik dat moeilijk gevonden. En nu dacht ik, nee, dat is oké. Als jullie vinden dat ik alleen op die voorkant moet. Ik denk, ik vind het ook wel stoer, dat kleine meisje van 3 op die voorkant. En mijn moeder staat ergens binnenin op diezelfde foto. Ik vond het helemaal prima. Ik had niet het gevoel dat ze daar iets vreselijks mee deden. En dat vond ik voor mezelf wel het bewijs van, ik sta op eigen poten nu. Helemaal.